Is het fijn om te weten welke ziektes je in de toekomst kunt krijgen? Dit is de Universiteit van Nederland. Met dit kleine apparaatje kan ik uw DNA in een paar uur aflezen. En de vraag is natuurlijk, wie doet er mee? Ik bied het aan. Ik heb in het lab gesmeekt of ik me alsjeblieft mee mocht nemen. Ze zijn er nogal zuinig op, en dus ik ben heel blij dat ik hem mee heb. Nou, dan gaan we hem gebruiken ook vanavond, toch? De vraag is, wie doet er mee? Steek je hand op. We gaan vandaag DNA analyseren. Komt-ie maar. 1, 2, 3, 4, 5, ja, god, ja, kijk, hier zitten de enthousiastelingen. Ja, nog meer, nog, ja. Misschien nog twijfels aan deze kant, collega. Dit is je kans, hè? Dat kan nog. Ja, ik ben wel iedereen aan het ophitsen om mee te doen, maar ik kan maar 25 mensen gelukkig maken. Dus, wij hebben onder uw stoel verstopt. De DNA-test. Kijkt u onder uw stoel of u een van de gelukkigen bent. Goed. Er waren mensen die niet mee wilden doen. En ik stel dan ook voor dat u het doosje doorgeeft in geval u toch niet geïnteresseerd bent. Ik geef u even tijd, zodat ik ervan uitga dat de... Ik ga ervan uit dat de 25 mensen die nu hun doosje op schoot hebben, daadwerkelijk mee willen doen met de DNA-test. Het gaat als volgt. Neemt u het buisje uit de doos. Draait u het dopje ervan af. En schraapt u met het wattenstaafje aan de binnenkant van uw mond. Ja. Even goed wat cellen aan die binnenkant, een beetje van dat slijmerige. Ja, goed. Oké, doet je terug in de buis. We zullen zo meteen alles verzamelen en dan zullen we de analyse gaan uitvoeren. Maar ik zal toch eerst even vertellen wat u daarvan zou kunnen verwachten. Kijk, als je je hele DNA laat aflezen zoals ik u zojuist heb aangeboden, dan betekent dat eigenlijk dat u een DNA-paspoort krijgt. In dat DNA-paspoort staat al uw genetische informatie. En zo'n DNA-paspoort dat roept in ieder geval bij mij een aantal vragen op. Op de eerste plaats natuurlijk, wat staat erin? Wat heb ik daar nou aan? Maar de vraag is ook, kijk, u kiest ervoor om het nu te doen. Maar we zouden ook kunnen zeggen, nou, dat laten we gewoon bij alle Nederlanders doen. Misschien kunnen we het verplicht maken. Iedereen een DNA-paspoort. En vanaf welke leeftijd dan? 18 jaar DNA-paspoort. We kunnen het ook bij gewoon meteen iedereen die geboren wordt. Nou. En ik denk ook een hele belangrijke vraag. Wie mag erin kijken? Uw arts, waarschijnlijk. Tenminste, daar zitten een aantal dingen in die uw arts misschien wel kan gebruiken om uw gezondheid in beeld te houden. Maar uw verzekering is misschien ook wel geïnteresseerd. Een levensverzekering, zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Politie, mag de politie erin kijken? Ik weet het niet. Uw werkgever misschien, vindt hij dat ook wel interessant. Wanneer zou het nou nuttig zijn om in je DNA te gaan kijken? Er zijn een aantal situaties denkbaar dat dat relevant zou zijn. Nou, een van de dingen is dat je gewoon nieuwsgierig bent en dat je denkt, nou, dat lijkt me hartstikke leuk om in mijn DNA te kijken. En dat is ook leuk, want er zijn een aantal hele grappige testen uit je DNA met je DNA te doen. Je kunt bijvoorbeeld voorspellen. Als ik uw DNA krijg, kan ik voorspellen of u nat of droog oorsmeer heeft.
Ja, ik weet niet wat je eraan hebt, maar het staat in uw DNA. Nog eentje. Als ik uw DNA krijg, dan kan ik zien of u spruitjes bijzonder bitter vindt of niet. Dat weet u zelf, hoeft u uw DNA niet voor af te lezen, maar het kan. Als ik uw DNA krijg, dan weet ik u of u rode blosjes op uw wangen krijgt als u een paar glaasjes alcohol drinkt. Dat soort fun testen, ja, daar kunnen we allemaal om lachen. Iets serieuzer, verwantschap. Als je je DNA leest en je leest ook het DNA van je vader, dan kun je bepalen of je vader wel je echte vader is. Kijk, van moeders weten we vaak wel vrij zeker dat het ook echt de moeder is, maar bij vader, je kunt daar heel leuke tv-programma's over maken, schijnt. Ook heel serieus, forensisch onderzoek. Forensisch onderzoek, er is DNA, een DNA-spoor of op een plaats delict of op een of andere manier wil men weten wie was hier op, op deze plek. En dan kun je dat vergelijken met het DNA van verdachten in een databank. Je zou ook kunnen zeggen, laten we nou dat vergelijken met het DNA van iedereen meteen. Zet gewoon iedereen in die databank. Goed idee, ik weet niet. Het is wel één belangrijk dingetje wat ik wil noemen, een beetje technisch detail, maar toch vind ik het heel belangrijk om te noemen. Het DNA-profiel dat gemaakt wordt in het Nederlands Forensisch Instituut, dat dus de politie eigenlijk kan inzien, dat zegt helemaal niks over uw erfelijke eigenschappen. Ze kijken niet naar uw erfelijke eigenschappen. Ze maken eigenlijk een soort, ja, je zou kunnen zeggen een soort vingerafdruk of een abstracte foto van je DNA, waar je eigenlijk verder niks uit kunt aflezen, behalve of het de foto hetzelfde is als die je op die plek hebt gevonden. En dat vind ik zelf wel een geruststellende gedachte. Wat wel kan, is dat je toch in dat DNA ook iets kunt zien van hoe iemand eruit ziet. Niet zoveel als we eigenlijk altijd denken. Hè, je kunt dat toch niet zo heel goed echt het uiterlijk van iemand in herkennen. Maar dingen als huidskleur, oogkleur, haarkleur kunnen we nu toch redelijk voorspellen. Is allemaal nog heel moeilijk en ja, het is ook niet mijn specialisme, maar het kan. Wat wel mijn specialisme is, is in je DNA kijken als je ziek bent. En dat doen we eigenlijk alleen als er een vermoeden is van een erfelijke ziekte. Het is op dit moment nog niet zo heel erg relevant om bij een willekeurig gezond persoon in het DNA op zoek te gaan naar ziektes. Maar wel als dat in de familie speelt. Dus dat zijn twee situaties. Of je bent zelf ziek en we willen weten of het erfelijk is. Of er is in de familie iemand geïdentificeerd met een erfelijke ziekte. En dan zeggen ze, nou dan is het misschien voor u als familielid ook wel relevant om even, ja, om te kijken in uw DNA of u misschien of de ziekte hebt of er drager van bent. Dat soort dingen. En ik denk dat in de toekomst dat soort testen misschien wel eens als een soort gestandardiseerde techniek zouden kunnen worden, waarbij er dus gewoon in één keer het hele DNA wordt afgelezen. Nu kijken we nog heel specifiek naar die ene ziekte in die familie en dan kijken we naar die plek en voor de rest eigenlijk kijken we niet verder. Maar misschien is het technisch en misschien ook wel financieel op een gegeven moment gewoon standaard om één DNA-test te doen. Altijd bij iedereen hetzelfde. Het hele DNA aflezen. En pas als je de data hebt, als je het allemaal gelezen hebt, dan ga je gericht kijken naar de plekken waar je in geïnteresseerd bent. Dat roept een aantal dilemma's op en daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar om dat goed te kunnen uitleggen, moet ik eerst een aantal vormen van overerving bespreken. Wat kun je nou eigenlijk tegenkomen in families en hoe werkt dat nou? De eerste is de sikkelcelziekte. Dat is typisch zo'n ziekte die eigenlijk, ja, dat plotseling kan zijn in een familie. Zonder dat de ouders het in de gaten hadden, waren ze drager. Zij maken een kindje en dat kindje komt ter wereld met de sikkelcelziekte. Klachten zijn dat, of eigenlijk ontstaat het omdat de rode bloedcellen een verkeerde vorm hebben. Ze zijn een beetje, ja, sikkelvormig, een beetje zoals een C. Daardoor gaan ze veel moeilijker door je bloedvaten en dan kunnen er klontjes ontstaan, er kan daardoor pijn in ontstaan, infecties en schade aan de organen. Dus het is echt wel een hele ernstige ziekte. Jaarlijks zo'n 60 baby's in Nederland die met die ziekte geboren worden. En het is opvallend dat
mensen uit tropische en subtropische gebieden, dat die daar meer last van hebben, omdat er meer dragers voorkomen in de populatie, in die bevolkingsgroepen. Het schijnt, men heeft het idee dat dat te maken heeft dat je dan iets beter bestand bent tegen malaria als je drager bent van die ziekte, waardoor er dus eigenlijk relatief een klein beetje voordeel is voor die mensen die in die gebieden geleefd hebben de afgelopen honderden jaren. Twee onwetende ouders hebben dus 25% kans om een kindje met sikkelcelziekte te krijgen. Als zij niet weten dat ze drager zijn, kan het dus zomaar gebeuren. Het zou heel relevant kunnen zijn voor die ouders om dat te weten voordat ze een kindje krijgen. Ander dilemma is een hele bekende, dat is erfelijke borstkanker. Angelina Jolie, jullie kennen waarschijnlijk het verhaal, liet zich wel testen. En de reden is dat je in dit geval preventieve maatregelen zou kunnen nemen als je een gen hebt dat een hele hoge kans op erfelijke borstkanker geeft, dan kun je besluiten tot preventieve maatregelen. In dit geval is dat eigenlijk de borsten laten verwijderen en vaak de eierstokken ook. Je kunt ook zeggen dat doe ik niet, maar ik ga juist heel veel meer controles doen. Dus er zijn allerlei opties. En ook of je dat wel of niet wil weten is toch een heel persoonlijke keuze. Eigenlijk is het dus van groot belang dat je weet waar je eigenlijk voor kiest, wat voor informatie je wel en niet wil weten. En daarom vind ik dat voordat we jullie die DNA-test laten doen, je moet laten kiezen of je het wel of niet wil weten. En niet alleen maar ja of nee, maar de keuze bieden, wat zou je eigenlijk willen weten? En dat kan. Hier zit het kastje waarin u kunt aangeven wat u wel en niet wil weten. Voor de mensen die de DNA-test hebben gedaan zojuist, geeft u alsjeblieft aan mij door wat u wel en niet wil weten. Optie A, de volledige test. Ik wil alles weten. Optie B, ik wil alleen de FUN-testen weten. Optie C, ik wil alleen dragerschap weten. Niet of ik zelf ziek ben of ik het door kan geven aan mijn kinderen. Optie D, ik wil alleen iets weten over ziektes waar ik iets mee kan. Behandelbare ziektes of preventie, dat soort dingen. E, ik wil alles weten over, ook als het de niet behandelbare ziektes zijn. En F is, laat die test maar zitten. Het hoeft voor mij niet. Drukt u alsjeblieft nu op uw kastje. Er knippert een groen lampje en dan zullen we zo meteen zien wat u heeft gekozen. Als u twijfelt of u heeft wel of niet goed gedrukt heeft, druk gewoon nog een keer, dan komt dat goed. Laten we kijken wat de 25 deelnemers wel en niet willen weten. En dan zien wij hier een opvallende uitslag. 63% zegt, ik wil die hele test. Ik wil alles weten. Een paar mensen, 16% zegt dragerschap. Dus eigenlijk niks over mijn eigen gezondheid, maar kan ik dan mijn kind geven? En 21% kiest dan voor de behandelbare ziektes. Die ziektes waar ik daadwerkelijk iets mee kan. Ik vind dit opvallend, want ik doe eigenlijk diezelfde test met mijn studenten. En in het begin wil iedereen meedoen. Maar wij kregen eigenlijk een verrassende uitslag, namelijk bijna iedereen wilde alleen nog maar de behandelbare ziektes. In ieder geval niet meer die volledige test. Dus eigenlijk rest mij nog één vraag, gewoon nog één keer aan de hele zaal te vragen. Doet u mee of doet u niet mee? Iedereen die zojuist zijn hand opstak, kan opnieuw zijn hand opsteken of toch niet meer. Of als je wel mee wil doen, steek dan ineens wel je hand op. Ik wil graag weten, wie wil de volledige test? Komt u maar. Nou, dat zijn denk ik die 63% die het hier ook wilden. Er is één moment in je leven waar we het nog niet over gehad hebben, waar een DNA-test ook super relevant kan zijn. En dat is als je kinderen wil. Daarover meer in het volgende college.